Het is 22 augustus en we zijn in Veenendaal voor het NK Sprint Triathlon en de Lotto Eredivisie. Veel atleten zijn uit de opleidingscentra van de Triathlonbond aan de start vandaag, want ook het NK Junioren wordt hier betwist. Maya Kingma is de eerste die terugkomt uit de Veenendaalse Surfvijver van naar 750 meter zwemmen. En zij mag dan als eerste de fiets pakken om aan het volgende onderdeel te gaan beginnen. Eliane Huytema hier. Uitkomend voor het Tri-team 050 uit Groningen en hier is Linda van Bemmel van Hellas uit Utrecht. Topfavoriete Maaike Kalis, net terug van een blessureperiode waarin ze onder andere twee ribben brak, had het lastig tijdens het zwemmen en zij zou moeten gaan achtervolgen. Het geldt ook voor de dames van TC Twente met Deborah Wissink en hier Brigitte Landewee. Als we hier een kopgroep zien ontstaan. Sarissa de Vries hier aan de leiding, 3 weken geleden nog tweede in de Ironman van Maastricht, maar vandaag alweer actief op het korte werk. In haar spoor zat dan Kirsten Nijers en ook Maya Kingma, de snelste zwemster, is aangesloten in dit koptrio. De Vries zou veel werk opknappen, had er baat bij om weg te blijven met de fiets, maar op de achtergrond zien we al dat de achtervolgers aan het terugkeren zijn. De vrouwen van Hellas doen daar veel werk, maar ook Maaike Kalis laat zich gelden, want zij is er alles aan gelegen om zo dicht mogelijk bij de koploopsters te gaan wisselen. En dat lukt dan ook, want op het moment dat Maya Kingma en Sarissa de Vries aan het wisselen zijn, komen de achtervolgers al de wisselzone binnen. Kirsten Nijers heeft dan een valpartij in de wisselzone en schakelt zichzelf daarmee uit voor de podiumplekken. Hier zijn al de achtervolgers met Tien Kulstra die meteen een flink tempo zal ontwikkelen. Maar dat kan Maaike Kalis niet deren, want zij dicteert vanaf dit onderdeel de wedstrijd. Loopt gemakkelijk weg van de concurrentie en ook Kulstra weet een behoorlijk gat te slaan met de andere atletes. Maar ze kon vandaag niet tippen aan Maaike Kalis. Jasmijn van den Burg en Sarissa de Vries dan in de strijd voor het brons. En Kalis hier op weg naar de zege in Veenendaal. Het NK Sprint Triathlon noemden ze een test voor het internationale werk dat weer gaat komen. Maar vandaag is de titel voor Maaike Kalis. Kim Kulstra wordt dan tweede en doet goede zaken voor haar team TC Twente. En Sarissa de Vries weet uiteindelijk het brons te bemachtigen. En daarmee waardevolle punten voor Ferro Mose te halen. De zesde plek is het Quinty Schoens die de nationale titel bij de junioren pakt, toch wel enigszins verrassend. En dan zijn het de Hellasvrouwen die vandaag de competitiewedstrijd winnen. Voor de vrouwen van TC Twente uit Enschede. En de derde plek is voor Kijani uit Geldermalsen. En dat is meteen ook de nieuwe stand in de competitie. En dat betekent dat we nog één wedstrijd te gaan hebben op 13 september in Almere, de teamrelay.